Dag lieve mensen. Dit is het, hè. Niet iedereen begrijpt het nog, maar dit is het. Dit is een politiestaat. Ik zie het. Ik weet alleen niet hoe ik het in spiegelbeeld kan flippen. Kennelijk is het altijd al een spiegelbeeld geweest. Ik ben gearresteerd. Ze hebben weer procesverbalen opgemaakt. Ik heb een verklaring afgelegd en ik ben weer op straat. Ja, hoe gaat het met me? Je lichaam en geest valt uit elkaar, hè? Dat is ook wat ze willen. Maar in aanvaarding van de dingen zoals ze komen, is het lichaam maar een lichaam. En is de instabiliteit een ervaring. Ik heb jullie reacties gezien op mijn berichtjes hiervoor. En ik begrijp dat veel mensen denken dat ik een strategie moet gaan toepassen. We moeten gaan verstoppen in de bosjes. Een vistentje. Of weer die windschermen. Maar daar gaat het niet om. Ik ga niet vluchten. Ik ga niet me verstoppen. Ik ga niet een spelletje spelen om te mogen bestaan. Ik zag ergens een opmerking dat ik grenzen zou opzoeken. Maar wat zijn grenzen als je door de toepassing van de regels gewoon wordt afgemaakt? Wat zijn die grenzen? Niets anders dan regels die intrinsiek gewoon niet kloppen. En hoe verhoudt het zich met de edele universele verklaring voor de rechten van de mens, waarin het recht op onderdak en het recht op water en voeding en niet bestolen te worden, jezelf te mogen beschermen, een recht op vrijheid van meningsuiting? Waar slaan die rechten op als je voor die rechten moet gaan strijden, spelen, strategie toepassen? Wat blijft er dan nog over van die rechten? Anders dan een of andere spelletje, Rat Race, Hunger Games, om te overleven. Het punt is van een recht dat het pas een recht is als je er geen beroep op hoeft te doen. Als het recht gewoon wordt toegepast. Wat stelt een rechtsstaat en rechters voor wanneer de burger die gewoon bestaat gestraft wordt, afgemaakt wordt in zijn bestaan?
Wat stelt dat allemaal voor? Hoe kunnen rechters denken dat ze recht kunnen spreken, dat ze de redelijkheid, de billijkheid uitdragen, als ze zelf de regels niet ombuigen, aanpassen, breken, wanneer zo overduidelijk de regels leiden tot rechten, tot schending van de mensenrechten? Wat stellen die rechters dan nog voor? Wat stelt een democratie nog voor wanneer je geblokkeerd wordt in het uiten van je mening? Omdat een corrupte, misdadige schoft van een burgemeester jouw mening onwelgevallig is? Wat stelt dienstbaarheid, waakzaamheid nog voor? Als de dienstbaarheid resulteert in het afbreken van hetgeen je beschut tegen weer en wind. Als de dienstbaarheid jou je water, je eten, je slaapzakken en de spullen die je hebt gekregen van mensen ontneemt. Wat stelt waakzaamheid nog voor? Als de waakzaamheid bestaat uit het dagelijks controleren of je een tent hebt opgezet om jezelf te beschermen. Ik zie allemaal commentaren en nog steeds van mensen die het niet begrijpen. Die denken dat ik een spelletje moet gaan spelen om niet gepakt te worden. Maar ik speel geen spelletjes, ik pas geen strategie toe. Ik hoef niet reservespullen in een kist in de grond gaan begraven, zodat als ik weer van alles ontnomen ben, om een gat te graven in de grond naar een kist waar allemaal spullen in zit, zodat ik wederom mezelf kan beschermen. Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik dat doen in een democratie? Waarom zou ik dat doen in een rechtsstaat? Waarom zou ik dat doen met een handhavingsapparaat dat dienstbaar waakzaam is ten gunste van de burgers? Hoe bizar is het om datgene wat je in staat stelt te overleven, om te gaan verstoppen voor de politie? Die nu 4 keer op een rij alles van mij heeft gestolen? Ik begrijp dat niet. Wie wel? Dat is het, Chandra. Meerdere keren ben ik gevraagd: ben je aan het demonstreren? Ben je aan het protesteren? Ben je een statement aan het maken? Maar al een jaar lang ben ik bij alle verzetsmonumenten geweest in alle grote steden. En waar de politie kwam om me weg te slepen, om over de grond te slepen, om het te schoppen. En elke keer weer die vraag: wat doe je nou? Ben je aan het demonstreren? Waarop ik altijd antwoordde: ik demonstreer niet. Ik geef een demonstratie. En jij, de handhaving,
voert deze uit. Ik doe helemaal niets. Ik zit alleen maar midden op het veld. En ik ga me niet verstoppen. En voor de mensen die nieuw zijn en vragen waarom het telkens 's nachts gebeurt. Waarom denk je dat? Waarom zou het gebeuren vlak na de avondklok? Waarom zou het gebeuren 's avonds? Waarom laten ze mij 's avonds eruit? Midden in de nacht of voor de nacht? Zonder de middelen om mij te beschermen. Waarom zouden ze dat nou doen? Waarom zou de burgemeester dat doen? Misschien gewoon om mij te breken. Misschien om mij 's nachts over straat te krijgen waarin ik geen bescherming heb. Er niemand meer is ook. Behalve de mensen die kwaad willen. Ik begrijp heel goed dat mensen willen dat het goed met me gaat. En ik begrijp heel goed dat in een band je de pijn voelt die ik doormaak. En het is mij er niet aan gelegen om jou die pijn te voelen. Maar ik kan niet op hulp ingaan wanneer het mij gaat om te laten zien hoe corrupt, hoe smerig, hoe schofterig deze burgemeester is. En hoe hardvochtig, harteloos de regels worden toegepast. Terwijl iedereen kan zien dat ze mijn mensenrechten schenden. En die andere dakloze man op het bankje, waarom molesteren ze niet, die niet? Ik kan je dat wel vertellen. Ze hebben van hem een posterboy gemaakt. Hoe het eruit ziet als jij niet luistert naar de staat. Hoe het eruit ziet als jij niet door de hoepeltjes springt. Hoe het eruit ziet wanneer je gewoon alleen maar wil bestaan. Welke vrijheidsgraden je nog hebt, waarin ze in hun tussen aanhalingstekens menselijkheid je gedogen. Daarom laten ze met rust, omdat hij daar als voorbeeld wordt gesteld. Dat is het. Alles wat ik nodig heb om mijzelf te verzorgen, pakken ze me af. Maar waarom zou ik gaan verbergen dat ze me kapot maken? Precies, Christina, dat is het. Ze wachten gewoon tot ze me zo kapot draaien dat ik geestelijk of lichamelijk niet meer tussen aanstekens voor mezelf kan zorgen. En dan komen ze met een RM, een rechtelijke machtiging. Omdat ze me dan uit mijn kracht en macht en zelfbeschikking kunnen trekken. En een reden dat het confronterend nu is en waarom ze mij proberen te pakken, zelfs met het sturen van een Chinook-helikopter,
in een of andere bizarre toneelstuk om mij te intimideren. De enige reden waarom ze zoveel moeite doen, is omdat ik gewoon ronduit laat zien hoe schofterig deze burgemeester is. Het is altijd al zo geweest. Maar niemand heeft dat gezien. Omdat niemand de omstandigheden van de daklozen werkelijk kent en hoe ze daar zijn gekomen. Omdat we allemaal in onze comfortzone zitten en wegkijken van het leed wat om ons heen is. In de berusting dat de staat wel voor ons zorgt. Dus ik ga weer naar het Malieveld. En dat is niet om... Het is niet dat ik mijzelf kapot maak. Ik heb er gewoon domweg voor gekozen om de regeltjes maximaal te volgen. Tot het punt waarin ik ze gewoon niet meer kon volgen. Het zijn zij die me kapot maken. Laat dat duidelijk zijn. Het is de burgemeester die in zijn schofterigheid gewoon doorgaat tot iemand kapot is. Niet ik. Integendeel. Ik heb van alles getrotseerd. Om jullie dit te laten zien. Die man moet worden opgepakt en opgesloten. Levenslang. Zo iemand heeft geen hart, geen ziel. En is gewoon een landverrader die maatregelen uitvoert, die het volk kapot maakt met opzet om angst in te jagen. En om een beeld te geven van hoe schofterig die man is, laat ik gebeuren wat er gebeurt als ze gewoon domweg die regeltjes kunnen handhaven en de opdrachten van de burgemeester gewoon blijven uitvoeren. Want ik ga niet wijken. Ik ga niet mij schamen voor mijn leven en bestaan. Ik ga mij niet verstoppen in het leed wat de mensen wordt aangedaan in mij. Ik weiger om nog dingen uit te voeren, zoals belasting betalen aan een corrupte staat. Ik ben gewoon eruit gestapt, omdat ik het gewoon niet langer meer over mijn hart kan verkrijgen om de miljoenen aan belastinggeld in de zakken van corrupte bestuurders te schuiven van jongeren in zorginstellingen die jongeren kapot draait. Die onschendbaar zijn voor de mishandeling en verkrachting van die jongeren in hun instellingen. Ik weiger
nog deel te nemen aan een politiek systeem waarin voor de show wordt gestemd, maar in wie je ook stemt, je dezelfde elite ondersteunt. In de ondergang van de PvdA hebben alle Kamerleden en ministers gouden baantjes gekregen waar ze niets voor hoeven te doen. Ik ben niet op een bureau nu. Wederom was ik bij Scheveningen. Ik zit hier bij het Centraal Station, bij een stukje graffiti, wat gewoon zegt waar het op staat. Omdat iemand is opgestaan en het er gewoon op heeft gekalkt. Die persoon heeft mij al ontmoet. Die heeft alles losgelaten en is gewoon gaan doen vanuit zijn hart om de mensen te waarschuwen voor het leed wat deze maatregelen veroorzaakt en het plan wat ze hebben. Zodat we een keertje met z'n allen kunnen gaan opstaan. Om die corrupte burgemeester gewoon eens even een flink lesje te leren. Uit zijn huis te halen. Met een arrestatieteam. En hem achter de tralies te slepen. Want nou mag de burgemeester best wel weten waarvoor ik midden op de Malieveld sta. Omdat namelijk het antwoord op die vraag gecreëerd wordt door de burgemeester zelf. Want als die sukkel mij gewoon in mijn tentje had laten zitten, zodat ik kon leven, dan kon ik hem daar welkom heten, zodat hij mij kan ontmoeten. Maar een hondenlul die een dakloze 4 dagen op een rij alles afpakt om te overleven, die zal mij nooit ontmoeten. Die hoort gewoon achter de tralies. Dat hoeft niet, Deborah. Dat hoeft niet, Joni. Ik ben hier al bij het Malieveld. Want ik mocht naar binnen bij een buschauffeur en ik hoefde niet te betalen en ik had mijn mondkapje niet op. Wie mij volgt, hoeft geen vragen te stellen. Wie ziet wat ik doe en mijn tijdlijn in de gaten houdt, weet precies wat ik doe, weet precies waarom ik hier ben. En weet precies wat je kan doen. Maar ik ben precies waar ik moet zijn. Altijd. Oh, echt waar? Maar dat is lief. Dankjewel, Joni. Dit is iemand die mij wil ontmoeten. Mij kan ontmoeten. Mij al heeft ontmoet. Dankjewel, Deborah. Dus ik ga weer naar de middenstip. Want dat is de plek waar ik wil zijn.
En ik aanvaard alle consequenties. Maar ik heb wel iets specifieks nodig, Yundi. Te vaak hebben dezelfde mensen mij geholpen met het ophalen van de spullen bij Vlaskamp, bij het bureau, politiebureau. Ik wil dat deze mensen mij morgen niet hoeven te helpen. Het enige wat ik nodig heb morgen is 2 of 3 mensen met een auto, zodat ik mijn spullen kan halen bij Vlaskamp. Nee, Nadia. Het is heel lief. Maar voor al die trucjes zijn allerlei regels opgesteld. Je mag geen bouwwerk hebben. Je mag dat niet maken. Ze doen alles eraan om je kapot te draaien. Die spullen gaan allemaal naar het Malieveld, want daar woon ik. Dus wie mij wil ontmoeten, wie zich geroepen voelt en kan, hoop ik morgen te zien bij het politiebureau Vlaskamp om 2:00. Dus wie mij wil helpen, die hoop ik morgen te ontmoeten bij het politiebureau Vlaskamp in Den Haag. Dat zou heel fijn zijn, maar niemand moet. Dus het is echt aan jou om zelf te beslissen en te denken, is dit wat voor mij? Maar ik wil geen hulp aanvaarden van de mensen die al nu dagen achter elkaar mee hebben geholpen. En als je iets huurt waarvan ik vind dat dat niet nodig moet zijn, omdat de verhuurservice door de politie zelf is uitgevoerd, maar omdat die schoften alleen maar een haalservice hebben en geen brengservice, vind ik eigenlijk dat de politie dat moet betalen. Want als jij iets weghaalt en je brengt het niet terug aan diezelfde persoon op dezelfde plek, dan ben je gewoon een vuile dief. Een crimineel. En zeker voor een dakloze die moeilijk rond kan gaan, die geen middelen heeft om zijn spullen allemaal te tillen. Het zijn gewoon criminelen. Gewoon volgens de wet zijn het criminelen. Dank. Ik ga mijn energie weer sparen. Ik ben minder goed ter been inmiddels. Dus ik ga nu naar het Malieveld en ik ben daar op de middenstip. En ik hoop morgen wat mensen te zien bij het bureau Vlaskamp. Maar als je er niet bent, dan vind ik dat ook niet erg. Niemand is mij iets verplicht. Lieve mensen, wees niet getreurd. Iemand moet laten zien hoe gestoord die burgemeester is. En dat had ik ook kunnen doen door
een kogel door zijn hoofd te schieten, maar wat bereik je daarmee? Niets. Dus ik laat het gewoon gebeuren wat die man doet. Zodat hij met eigen ogen kan aanschouwen wat het betekent om die regels gewoon ruksigloos uit te voeren. En ik zit niet te wachten op zijn reactie en zelfreflectie, omdat ik dat helemaal niet van hem verwacht. Het gaat mij helemaal niet om hem. Het gaat mij om jou. Dus welterusten, lieve mensen. Slaap lekker. Morgen kom ik weer terug.